Wat ik zo mooi vind is dat jullie de verhalen van Shamail en Tamer, daar hebben jullie goed naar geluisterd. Jullie hebben dat omgezet in statistieken, in onderzoek. En daardoor, zoals je net zei, zie je, het is een culturele verrijking, vind ik het, als mensen komen. In plaats van een verarming. Het zou mooi zijn als andere mensen het misschien ook zo overdenken. Ja, en ik denk dat het voor iedereen... Ik denk persoonlijk dat iedereen zo zou moeten gaan denken, maar... Maar snap je de mensen die dat niet zo denken? Nou, ik denk zelf, zoals u ook denkt, van... we moeten ze gewoon welkom heten en gewoon... ze moeten onze maatschappij sterker maken en dat kan ook, want... het zijn allemaal, ook allemaal mensen. En ik snap persoonlijk niet zo heel erg goed als mensen anders denken. Maar ik kan me niet zo goed inbeelden. Ik kan het wel snappen hoe ze denken. Maar ik kan het me niet voorstellen hoe het is om zo te denken. Want ja, ik ben het er niet mee. Wat zou heel belangrijk zijn voor jongeren om te doen of te denken om die gedachten te veranderen? Nou, ga zelf iemand van je eigen leeftijd helpen. Dan merk je al hoe het is. En diegene die hebben thuis ook gewoon een leven gehad. Ik help nu een meisje en dat is... Thuis woonden ze in een groot huis. Hadden ze allemaal iPads. Weet je, het is gewoon hetzelfde ding. Ze hadden eigen kamer, allemaal eigen spullen. Net als ik. En toen moesten ze, op een dag moesten ze gewoon gaan. Ze konden een rugzak meenemen en dat was het. Toen moesten ze gaan. En ja. Dat kan je je zo niet voorstellen. En als je dan met zo iemand gaat praten, dan kom je erachter dat je gewoon zo'n bevoorrecht leven hebt hier. Dan is het alleen maar mooi om iemand te kunnen helpen. Dus. Voorbeeld voor de jongeren, jij.